Ik wil het met je hebben over de, wat we wel eens noemen in project management, de zachte vaardigheden. Jaren geleden ging ik op vakantie in Tanzania en we hadden daar een geweldige safari. En onderweg raakte ik in gesprek met een oudere meneer, was al met pensioen. En die vroeg mij op een gegeven moment, wat doe je? En toen vertelde ik van, nou, ik geef training op het gebied van project management. Hij zei, wat is dat project management? Dus ik probeer dat een beetje uit te leggen. Mag je toch verwachten als trainer dat hij dat kan? Nou, dat lukte wel aardig. En toen vroeg hij van, maar wat is dan belangrijk? Wat moet een project manager dan kunnen? En toen deed ik iets, en eigenlijk verbaas ik mezelf daar nog steeds over. Want ik begon een beetje wat de meeste mensen zeggen na te praten van, nou, ik zeg, ja, de sociale vaardigheden zijn het belangrijk. De zachte vaardigheden in het leven. En toen zei hij, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Hij zei, want dat geldt voor alles in het leven. Als je geen sociale vaardigheden hebt, dan is het moeilijk om succesvol te zijn. Enkele genieën daar gelaten, maar de meeste mensen zullen niet succesvol zijn. En weet je, dat heeft me aan het denken gezet. Want wat is nou project management? Laat me nou heel eerlijk zijn, als we in de media kijken wanneer het fout gaat met een project. Waar gaat het dan fout om? Dan gaat het over doorlooptijd. Ja, dan gaat het over kosten. Ja, dan gaat het altijd over dingen geleverd wat we eigenlijk niet nodig hadden. Dat is interessant. En wat is nou, is dat nou een zachte vaardigheid? Nee, ik denk dat je het verkeerd ziet. Ik denk dat zachte en harde vaardigheden, dat is een onderscheid. Dat moeten we niet meer maken. Weet je, het is één. Kijk, als je op tijd wil leveren, dan moet je mensen kunnen motiveren. Je kan niet op tijd leveren zonder dat je mensen kan motiveren. Maar je kan mensen ook niet motiveren als je een irreële planning geeft. Dus hard, zacht, het is net skiën, doe je met twee skis en tegelijkertijd als het even kan. En als er eentje uitschiet, dan lig je op je snuffert aan de zijkant als je mazzel hebt. En als je op piste bent, nou, dan vergeet het allemaal helemaal. Nou, dat is wat ik eigenlijk wil zeggen in deze korte videoboodschap. Hard en zacht, vergeet het. Het gaat om project management vaardigheden. Een van de leukste competenties, elementen uit de competence baseline van IPMA, de derde versie, vind ik betrouwbaarheid. En wat denk je nou? Dat is een zachte vaardigheid, betrouwbaarheid. Ja, maar wat is nou betrouwbaarheid? Betrouwbaarheid is dat je je belofte nakomt. En wat kom je dan na als project manager? Dat je op tijd binnen afgesproken budget dat levert wat van tevoren is afgesproken. Nou, dat is project management. Project management is leveren dat wat verwacht wordt. En dan kan je natuurlijk best zeggen, ja, maar sociale vaardigheden, natuurlijk is dat belangrijk. Weet je, een hork. Nou, ik ken een heleboel goede project managers, die zijn echt horken hoor. En ik ken een heleboel project managers, die zijn heel goed in de sociale vaardigheid en die bakken er echt helemaal niks van. Zou ik iets grappigs vertellen? Ik had een keertje iemand op een training die zei, een project management training, die zei, ik heb dyscalculie. En toen zei ik tegen hem of haar, ik weet het niet meer, ik zei, nou, heb je het verkeerde beroep gekozen? Boos. Dat is ook al bijzonder, als iemand boos wordt. Schopenhauer zei al van, als uw opponent boos wordt, moet u doordrukken, want dan heeft u gelijk, want hij voelt dat hij ongelijk heeft. Nou, wil niet zeggen dat je iedereen boos moet maken hoor, maar waarom is tellen, waarom moet je kunnen tellen? Nou, 1 maand plus 2 maanden is 3 maanden. En 1 miljoen plus 2 miljoen is 3 miljoen, niet 6 miljoen. Dus project management is een vak waar 2 dingen in één komen. Daar komen technische vaardigheden in en die zijn vreselijk belangrijk. Maar daar komen sociale vaardigheden in en die waren nog veel belangrijker. En waarom zijn die veel belangrijker? Omdat die altijd belangrijker zijn. Nou, dat is project management. Beide, zacht en hard in één. Techniek en gedrag in één. Dat maakt succesvolle projecten.